Bijna een derde van de asielbedden wordt niet gebruikt. Dat blijkt uit cijfers die we bij het COA hebben opgevraagd. En er komen elke dag meer lege bedden bij. You need to go to Hellenico and see the situation there. And it's a hard rock situation for all people that works there and live there. Ik ben heel benieuwd naar de verhalen van de vluchtelingen zelf en naar de omstandigheden waarin ze leven in de kampen. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dat ook met eigen ogen ga zien. I want to say something for Europe people. Yeah. The Afghan people came from their country not for money. They are coming not for visit in this country. Some of Europe person thinking they are coming here for visit because the Europe country is beautiful. The Afghanistan is not beautiful. Yeah, they're thinking wrong. You are coming here just in our country's war. In our country's big war. In our country always Taliban make problem for us. Our family died here. This is something that we face for the first time, all of us. Het maakt heel concreet hoe machteloos deze mensen zich voelen, maar ook soms hoe machteloos was politiek zijn. Het mogen duidelijk zijn, ik vind dat we vluchtelingen in Nederland moeten opvangen en dat het er ook iets meer zouden mogen zijn dan op dit moment. Maar zelfs als je dat niet wil, dan vind ik dat je je afspraken moet houden die je met in Europa en met Griekenland hebt gemaakt. I'm lucky and like not lucky. Lucky, I'm sad because like border closed, but not meaning you have to stop your life. You're in the relocation program. Yeah. Okay. And like my interview, if you know when you will see, like, so upset. My interview, 25 of July next year. 25 of July yeah. next year for, yeah. for relocation. For relocation. It's the first interview. Het registreren van mensen op het Griekse vasteland, dat gaat allemaal te langzaam. Maar daar zijn toch wel in de eerste plaats de Grieken aan zet. Ik kan het niet van mooier maken. Tot slot. Nee, voorzitter, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En wat de premier nu doet... Het kabinet verwijst voortdurend naar de Grieken en dat ze niet meewerken. Nou ja, en daar ben ik wel benieuwd naar. In hoeverre werken ze niet mee en in hoeverre doet Nederland niet genoeg om die mensen op te nemen. Misschien kan het echt wel niet sneller dan dat het nu gebeurt. Maar ik wil het in ieder geval zelf met eigen ogen hebben gezien. We have already should be sending in the other countries 35,000 people, yeah. And we are in less than 4,000. Upscaling is possible. Yeah, if we have sufficient funds. Yes, yeah. We do. We have funds. We have everything. People we don't have. I mean numbers. Yeah. Pledges. If I would suggest to our government that it should be 200 or 300. Is that possible yes. from your side? It's a number which is doable. There are problems. There are no pledges. We moeten actie ondernemen. Volgens mij voldoet dat aan een ideaal wat heel veel mensen in Nederland hebben. Namelijk niet ongecontroleerd, iedereen komt zomaar binnenlopen. Er zijn zoveel checks die hier al in Griekenland gebeuren voordat iemand naar Nederland wordt overgeplaatst. Laten we dat alsjeblieft doen. We doen veel, maar niet genoeg.